Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik moet mijn tekening gaan strijken. Nou, eigenlijk Saar, maar... Lalalala. En omdat er kreukels in zitten en dat mag niet. Dus, let's go. We zijn nu in het make-up lokaal, zeg maar. Nee, het is het handwerklokaal. Arbeid, dit is textiel lokaal. We zijn in het textiel lokaal en ik hou erg van dit. Kijk. En van die bolletjes hier. Dit is wat ik aan heb. Mijn trui van Vintage. Mijn broek. Zara. Schoenen. Fans. En dit is haar outfit. Nike's. Leggingje van de H&M. Sweater weet niet. En hieronder. Een t-shirtje van H&M. Het is lekker basic. En ze is ook brak, want ze heeft de hele week gevonden. Oh my god, ik probeer nog mijn best te doen. Hou op. Oké. Bye! We hebben nu tekenles, dus let's go! We zitten bij tekenen. Yay! Saar! En nou wegwezen. Oké, bye! Dab! Het is nu ongeveer 9:10. Ik ben echt gesloopt. Ik ben al een tijdje thuis alweer. Zoals je kan zien, ik lig alweer in bed. Het is nu 9:10. Ik ga zo lekker slapen. Ik ben echt dood op, zoals je kan zien. Ik draag op dit moment mijn Monica Geuze shirt. In samenwerking met Alice Sisters. Super leuk. En mijn pyjama broek komt van mijn H&M. Die zegt dat super leuk met sterretjes en zo. Dus super cute. Wat ik binnenkort wil gaan doen in mijn vlogs is af en toe gewoon random kijkersvragen gaan beantwoorden. Dus heb je een leuke vraag en kijk je deze vlog, stel hem hieronder en misschien beantwoord ik hem wel in een van mijn volgende week vlogs. En dat ga ik nu ook. Ik ga even denk ik een videootje kijken op mijn telefoon. Binnenkort komt er ook een video aan van What's on my iPhone. Want ik heb er ook best wel veel vragen naar gekregen van Jane, wat staat er allemaal op deze baby van je? Ik heb de iPhone 6, dus dat is al echt super chill hoor, een iPhone 6 hebben. Dus ja, ik ga er nu vandoor en ik zie jullie morgen weer. Wow, we gaan echt fucking snel. Kijk, let op hè. Zometeen duurt het echt gewoon een half uur voordat die... Kijk, let op. Kijk dan. Timer. Nee, heb gelijk, dit is naast de handen. Hoi, Sarah. Hoi. Wij gaan wat drinken om in het terrasje. Ik kom altijd zo in je vlog. Knik je wel, maar de moeder. Wat deed jij nou weer? Ik deed het niet. Nee, wat deed zij? Ja joh, jij bent helemaal niet belangrijk. Ja, je haar zit nu echt zo weer in ons vlieg vandaag. Hè? Doei. Fuck the chimies, daarvan prikt. Hoe is dat? Sarah, je training zus. Oké, let's go. We gaan nu naar een drankje doen. Yay, we gaan een drankje doen. Hoehoe, van een Mac. Mag ook. En ondertussen lopen. Swag. Ik moet zon doen en zo. Bye. McDonald's. Oh, ik heb mijn kindermenu. En Sarah ook. En wat hebben we? We hebben dit gekregen. Speelkaarten. Wat moeten we hiermee? Eten. Wat leuk dat je nog steeds kijkt naar de weekvlog. Het is vandaag woensdag. Het is 5 oktober. Het is wat traag. De bloesjurkel van Coolcat. Mijn H&M sweater. En mijn Zara boek. En hieronder gaan ook mijn witte Zara schoenen. Ik heb vandaag een lange schooldag tot 6. Dus het is echt wel vet pittig. Maar ik heb er wel onwijs van zin in. En gaan we naar gezellig. Een dag meelopen met mij. Dus let's go. Fotoboot chillings. Hoi Saar. Breek mijn nek. What the fuck? Oh my god. Brandon is nu officieel dood. Op de fotoboot, kijk. Sick. Want je hebt hier zo'n echt zo'n hele... Ik heb één zo'n gekke nek, kijk. Zo'n rare bobbel ding. Bobbel ding. Okay.
Goedemorgen, het is vanaf vrijdag. En ja, ik lig in bed. Het is nu ongeveer al 2:30 of zo. Ik heb zo meteen afgesproken met Ines om de film Fashion Chicks te kijken. Superleuk, want ze had hem nog niet gezien. En ja, ik zit erin namelijk. En daar heb ik in de vlogmas video ooit een keer iets over verteld. En dat wordt heel erg leuk. Ik heb een museumpas binnengekregen, dus ik ga binnenkort ook naar een museum. Naar het Marilyn Monroe Museum. En ook naar die nieuwe museum in beeld en geluid, die tentoonstelling van YouTube. Daar heb ik echt super veel zin in. En ja, trouwens over vlogmas gesproken, ik ga week vlogmas doen. Dus weekmas of zo, weet ik nog niet. Als je nog een leuke naam hebt voor een vlogmas week voor kerst, de hele maand december, een leuke naam. Laat me even weten in de comments. Dus ja. Ik ga me nu even klaarmaken en ik spreek jullie zo weer. 15:53 kijk, jongens. Oh, wacht. 15:53. Ik ben met Ines. En wat gaan we doen, Ien? We willen gaan Netflixen, zeg maar. Want we willen die show van Jan Dino gaan kijken. Op Netflix, want hij heeft een eigen serie. Jan Dino. Want we gaan binnenkort wel naar zijn show. De 9e toch? 9 november, een van die twee. Superleuk. Ja, ik ook. Dus daar gaan we heen gezellig met Jameer en Ian. En Cindy. Misschien Kiara. En over een week is het... Ik heb wel een gedaan. Is het... All the Things. Op Netflix. Wat gebeurt er? Ik zie hem alleen niet staan. Wacht, je moet naar beneden. Wacht even, jongens. Ik dacht dat het een Netflix original was. Ja, ik dus ook. Maar kan je niet hier op klikken? Hier. Oh, haha. De Grassy staat er ook op. In zijn theaterprogramma grapt Jan Dino over zijn problemen rond kinderen opvoeden en zingt hij voor het publiek een opzwepende versie van Sex on Fire. Dan ga Jan Dino kijken. Kijk. Netflix, Jan Dino. Hoe dan ook. We gaan het kijken en we gaan zo onze eerlijke mening daarover geven. Oké, het is nu 12:15 en ik heb dus net de halve finale gekeken van Next Boy Girl Band. Dat was echt super tof. En ik kwam zelf nog op tv, ik ga jullie foto's laten zien. Kijk hoor, iemand appte me dit. En toen daarna die. Dit is die. En deze foto's zijn gemaakt, dit stukje film is gemaakt bij de Tina-dag waar ik dus was. Echt super tof. Ik zit af en toe even in dat schermpje te kijken hierboven. Van of ik wel scherp ben. En volgens mij ben ik nu wel scherp. Ja. Nou, ik ga dus lekker slapen. Ik heb net dus de halve finale gekeken. En volgende week is de finale, maar voor jullie deze vrijdag. En ik heb er super veel zin in om dat gewoon te gaan kijken. En zo, en ja, ik ga nu echt slapen, jongens, want morgen is weer een drukke dag. En ja, daar heb ik super veel zin in. Want morgen is de finale van Dance, ook verwerkt in deze vlog, natuurlijk. En ja, ik zie jullie morgen weer. Doei! Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en vanavond is de finale van Dance. Dus Kia komt zo meteen naar mij toe en dan gaan we het samen gezellig kijken. En ja, het is lekker weer buiten. Dus het staat er wel een lintje. Ik ga zo eerst naar beneden om te ontbijten. Daarna ga ik even wat werkdingetjes doen op de computer. En dan ga ik me rustig aankleden en nog even wat video's kijken. En mijn eigen weekvlog nog even bewerken. Alvast, dat hoef ik dat morgen niet meer te doen. Alleen de beelden van morgen in te pakken. En ja, bij vloggen, ik had het last hier zo. Span ik altijd aan en dan ja, ik ga nu even naar beneden om te ontbijten en dan zie ik jullie zo weer. Dit is mijn ontbijt, 2 broodjes met Nutella
en een lekker vruchtenzakje. En dit is mijn werkplaats voor vandaag. Yeah, buddy! Spelletjes, tomaten, groentesoep, super lekker. En ik ga zo meteen lekker met een dekentje op de bank lekker dance de finale kijken. Zoals zien zit ik op de bank, het is super lekker. Ik heb een theetje voor mezelf gemaakt en een Pringles doos heeft Kiara meegenomen. Want Kiara, hallo, zit daar op de bank. We gaan gezellig lekker samen kijken en dat vonden we wel weer eens gezellig. Wacht, misschien ook. Telefoon pakken. Het is nu, kijk hoe laat het nu is. Het is nu 19:43. Als over 17 minuten begint de finale van Dance Dance Dance. Ik ben voor Buddy en Robin en Kiara ook volgens mij. Ja, zeker. En ik hoop echt dat ze winnen, maar ik denk het wel. Ik hoop het zo. Ik hoop het zo dat ze winnen. Maar wat ze nu ook al gepresteerd heeft. Wat ze al gepresteerd hebben. Dat is wel heel goed, want ze hebben gewoon op een gegeven moment ook gewoon 3 keer 10 en zo gehaald en dat is echt chill. De hoogste cijfer, alleen maar bijna nooit de hoogste cijfer van de 9 wat ze hebben gehaald. Ja, maar vandaag wordt het best wel vet, omdat ze gaan, ik heb bij RTL Late Night gisteren stukjes gezien en toen zag het er wel heel vet uit. En ik ben niet echt heel erg lekker, dus ik zit met mijn dekbed op de bank, met mijn kussen. En daar kun je een comfort sweater en een joggingsbroek. Kiara heeft een paar dagen geleden trouwens een oorpiercing laten zetten. Ik ga hem nu jullie laten zien. Hier zo. Daar, bovenste gaatje. Ja. En weet je hoe het was? Ik was op school. En er was een tussenuur, een uur tussenuur. En ik dacht, fuck dat. Ik ga gewoon naar de piercing shop. Ik ga gewoon naar de piercing shop. Om vervolgens een piercing te zetten. Nou, ieder zijn eigen ding. En het is super gezellig om te kijken. We zitten gewoon hier, lekker hier. Lekker dekentje erbij. Heerlijk. En lekker kopje thee erbij. Oh, ik ben zo blij als het gewoon weer winter is, jongens. Want dan, ja, ik weet niet. Ik word altijd vrolijk van de winter. Ik weet niet. Het is dan lekker koud. Lekker gewoon van die gezellige decoratie. Lekker Jumanji aan. Lekker op de bank liggen. En lekker gewoon, ja, ik weet niet. Ik vind vooral met kerst, vind ik die etalage in de Bijenkorf, vind ik echt top. Die vind ik echt mooi. En wat is trouwens jullie, wat vinden jullie leuk aan kerst? Laat het even weten in de comments, ik ben er best wel benieuwd naar. Ik ben echt zo'n kerst iemand die gewoon nu al een hele playlist heeft op Spotify met kerstmuziek. Ik vond het echt heel chill. That's into the snow. And the one was up a sleigh. Over the fields we go. Sorry, ik ben niet verkouden, maar... Ja. En binnenkort heb ik echt alleen maar leuke feestjes. Echt, ik zweer het. Ik moet dan wel heel veel kleren weer ervoor hebben. Want het is een themafeest. Themafeestjes. En ja, ik ga nu even lekker chillen met Kiara op de bank. En dan zie ik jullie zo weer als dance begint. We better dance. Dance. Reach us up. Oh, we gotta dance. Ja! Buddy en Robin hebben gewonnen! Woo! Oh my god! Kijk! Woo! Hoe blij ben je, Kiara? Yeah! Ah, gefeliciteerd voor Robin en Buddy! Woo! Oké, bye! Lekkere vlog van Monica kijken. Hier gaat ze naar Tina dag toevallig. En dan zijn ze optreden van artiesten. Bye. Oké, Kiara is alweer een tijdje naar huis. En ik ben dus nu bezig met de vlog kijken van Monica Geuze. Deze vlog heet Mam poept in de auto. En mijn ouders zijn nog niet thuis. Ik zit nog even op de bank te chillen hier zo. Met een lekker dekentje erbij.
Ik heb gewoon wat te drinken voor mezelf ingeschonken. Ik ben verkouden, dat is ook helemaal top. En ik ben echt super blij. Want ik heb volgende week heb ik opnames. Als jullie deze zien, heb ik deze week. Maar ik heb opnames voor de finale van de Next Boy Girl Band. Echt super veel zin in. Maar ja, daar vertel ik jullie volgende week vlog meer over. En als je deze vlog zien. Als je deze vlog kijken. Nee, vandaag over een week hebben we de hondjes. Dus voor jullie aankomende zaterdag hebben we de honden. En dat is super chill. Daar heb ik echt super veel zin in. Ik ga ook vloggen dat we de hondjes krijgen en zo. Dus ik heb, het wordt echt top. Ik zit nog steeds in mijn chill outfit. Ik heb deze trui aan van de H&M. Mijn broekje komt ook van de H&M. En ik ga nog even nu de vlog afkijken van Monica Geuze op mijn mobiel. En ja, ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen, het is vandaag zondag, de laatste dag van de week weer. Morgen begint weer een nieuwe week. En het is nu ongeveer 12 uur 37. En in mijn scherp. En ja, ik heb net wat dingetjes gedaan op de computer al. Ik ga zo de vlog bewerken, want dat moet ik ook nog doen. En ja, de zon schijnt echt heel chill. Ik heb niet zo goed geslapen vannacht. Maar dat komt omdat ik heel erg verkouden ben. Ik weet niet of het hoort aan mijn stem. Maar ik was dus vandaag heel erg verkouden. Vannacht heel erg verkouden. Dus ik ben 2 keer uit bed gegaan. Van, ja. Want op een gegeven moment om 2 uur 's nachts heb ik gewoon vlogs gekeken. Gewoon op mijn telefoon van Monica Geuze en zo. En om 4 uur werd ik nog wakker. Toen lag ik echt gewoon letterlijk een uur lang klaar wakker. Toen heb ik mijn telefoon gepakt. En toen ben ik op webshops gaan surfen. Bijvoorbeeld, logisch. Nee, Boohoo en andere soort webshops en Zara en de Mango en dat soort dingetjes en zo. Dus daar ben ik heel erg lang naar op zoek geweest. En nu ben ik heb ik gekeken naar zit ik even op WhatsApp te kijken. En wil je me trouwens volgen op Snapchat? Daar ben ik best wel heel vaak gewoon actief op. Dan moet je me even toevoegen op dit. En mijn Snapchat naam die zou dan ook in de beschrijving staan. Ik ga dus nu een Snapchat maken van mezelf dat ik aan het vloggen ben. En dan is dit de selfie geworden. Kijk, zo zit ik er dan bij. En dan... Ja, ik ga dus nu naar beneden. Ik ga even lunchen / brunchen. En dan ga ik even de vlog bewerken al. En dan zie ik jullie zo weer. Oké, ik eet dus noedels. Bami goreng noedels. En ik drink een soort van water met vitamintjes erin. Want ik voel me echt misselijk. En lekker ondertussen de vlog van Monica Geuze kijken. Oké, ik ga dus denk ik niet meer boeiend doen. Bij deze sluit ik de vlog af. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer. Doei doei!